Dit keer gaan we het hebben over een appel. Nou, laat maar even stuiteren. We zien wel wat er van komt. Oh, hij valt. Auw! Oeps. Wie hebben we daar? Een vallende appel. Daar moet meer achter zitten. We gaan kijken naar de vrije val. Wat is dat? Nou, laten we eens een keer kijken wat er gebeurt met een hamer en een veertje als die laten vallen. Komt-ie? Niet spectaculair. Ik denk dat je het wel verwacht had. De hamer valt sneller dan dat veertje wat een beetje aan het dwarrelen is. Maar meneer Galilei die deed hetzelfde met een grote en een kleine bol. En blijkt dat die even hard naar beneden viel. Sterker nog, dit is ook uitgevoerd op de maan. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about that? That Mr. Galileo was correct in his findings. Oftewel, een hamer en veer zullen op de maan even hard naar beneden gaan. We doen dat hier op aarde ook even, alleen dan geen veertje, maar even met een pen. Ja, iets zwaarder. En, jawel hoor, hoewel de pen lichter is dan de hamer, zullen ze toch even snel vallen. En dat komt omdat de pen eigenlijk geen last heeft van een wrijving. Dus zonder wrijving valt ieder voorwerp even snel. Nou, even snel. Eigenlijk moeten we natuurlijk zeggen met dezelfde versnelling. Nou, we kijken weer eventjes naar de pen en de hamer. Maar nu doen we ook een VT-diagram erbij. Weet je nog hoe die eruit zag? Denk even na. Oké, laat me vallen. Ik hoop dat je het goed had. Het VT-diagram van een eenparig versnelde beweging is een rechte lijn. Nou, vraag je van welke hoogte zijn deze pen en de hamer losgelaten? Ik hoop ook dat je dit nog weet. Namelijk, hoe kun je de verplaatsing uit een VT-diagram halen? Dat is namelijk de, precies, het oppervlak onder het diagram. Dat is de verplaatsing. Dus, we gaan het oppervlak even bekijken. En dat is dan halve basis keer hoogte. Dus, na 1,4 seconden was je op de grond. Maal die 11,7. En dan kom je op 8,2 meter. Volgende vraag. Hoe groot is de versnelling geweest van de pen en de hamer? Ook hier. Hopelijk ook hier weet je het antwoord. Hoe doe je dit? Kijk naar de snelheidstoename na 1 seconde. Dus je zou dit kunnen doen. Zo even bij 1 seconde. En dan kijken van, hey, hoe groot is daar de snelheidstoename? Maar beter is het natuurlijk om het iets groter te nemen. Ja, dus je gaat de lijn doortrekken. Het is een rechte lijn, dus dat is wel makkelijk. En dan kijk je bij 2 seconden. En dan kijk je even van, hey, ja, wat zit daar? En dan zie je dat na 2 seconden hij op 19,6 zit. Oftewel, de valversnelling is 19,6 gedeeld 2 is 9,8. 9,8 wat? Precies, meter per seconde in kwadraat. En vaak, hè, dit is natuurlijk een beetje houtje touwtje, onnauwkeurig. Hè, maar in Nederland is hij 9,81 meter per seconde in kwadraat. Oftewel, eventjes resumerend, samenvattend, wat verstaan we onder een vrije val? Een valbeweging zonder wrijving. Nou, en
Ieder voorwerp in vrije val is in paren versneld en dat doet hij met eenzelfde versnelling, een valversnelling, en die heeft als waarde 9,81 meter per seconde in kwadraat. Hoewel, die valversnelling is wel weer een verhaal apart, want die is, ja, heeft een apart symbool, g. Dus g is eigenlijk gewoon ook de versnelling, dus de letter a, alleen voor de valversnelling gebruiken we nog het symbool g. En op aarde, ja, is hij dus 9,81, althans in Nederland. Op andere plekken, bijvoorbeeld op de beide polen, is hij iets groter. En op de evenaar is hij iets kleiner. Ja, als je nou in de ruimte gaat zitten, ja, op bijvoorbeeld 4 km hoogte, dan is hij nog kleiner. Ja, je ziet 3,73 meter per seconde in kwadraat. Kortom, ja, op aarde moet je eigenlijk over de gemiddelde waarde spreken, ja, want die kan variëren. En die is gemiddeld 9,81 meter per seconde kwadraat. Toch wel leuk dat we in Nederland op het gemiddelde leven. Maar je kunt ook kijken buiten de aarde, op de maan. Dan is je maar 1,63. Of op de zon, 274. Mars, slechts 3,72. En Neptunus, ook behoorlijk 11 meter per seconde in kwadraat. Oftewel, de valversnelling is afhankelijk van de plaats, niet alleen op aarde, maar ook als je een ruimtetripje gaat maken. Maar, zul je denken, oeps, maar wat als er nu wel wrijving is? Want wrijving is er toch altijd. Wat gebeurt er dan? Ja, dan zal dus het een sneller naar beneden gaan dan het ander. Zullen we dat eens eventjes wat nader bekijken. Weer het VT-diagram. Kijk, dit is het VT-diagram van iets zonder wrijving, bijvoorbeeld de hamer. Ja, en dan kijken we eventjes naar iets met wrijving. Ja, een lichte pen die toch een beetje last heeft van wrijving. Die begint natuurlijk op dezelfde plek als de hamer. Ja. Dus op t is 0, is de snelheid 0. Dan laat ik de pen los en dan valt hij, maar hij valt minder snel dan de hamer. Dus na een bepaalde tijd zal de snelheid wel toe zijn genomen, maar minder dan van de hamer. En dan gaat iedere keer verder. Ja, en verder. En steeds wijkt hij meer af. Maar je ziet wat er gebeurt. Hij wordt op het eind zelfs vlak. Ja, je kunt er een mooie lijn doortrekken. En dan zie je dus, dit is het VT-diagram van een voorwerp met wrijving. Ja, in het begin is de helling gelijk aan die van de hamer. En die helling, die wordt iedere keer kleiner, kleiner. Dat betekent dus dat de versnelling van dat vallend voorwerp iedere keer kleiner, kleiner wordt. En op het eind loopt hij helemaal vlak. Ja, in het begin, op t is 0, is er nog geen wrijving. Want hij staat stil, dus er is ook geen luchtwrijving. Je moet eerst bewegen voordat je luchtwrijving kunt krijgen. Oftewel, als er geen wrijving is, ja, dan is de versnelling gelijk aan 9,81 meter per seconde kwadraat. Trouwens grappig, hè? Hij heeft nog geen snelheid, maar wel een versnelling. Want ja, als er geen versnelling was, dan zou hij altijd stil blijven staan. Goed, op het eind, dus als hij plat is, dan is de snelheid constant, 8 meter per seconde. Oftewel, dan is de versnelling, ja, precies 0 meter per seconde in kwadraat. Ja, dus hij begint met 1,81, hij eindigt bij 0. En er is in het midden, bijvoorbeeld daar, hoe groot is daar de versnelling? Nou, dat doe je met de raaklijnmethode natuurlijk. Dus raaklijntje tekenen, een driehoek, aflezen hoe groot delta V en delta T zijn. Nou, daar zie je 12 meter en 4 secondes invullen. En je komt op 3 meter per seconde kwadraat, dus mooi ertussenin. Hè? Ja. Nou, kijk eens aan, wat is dat? Oeps. Dat was een vrije val, geloof ik. Je kunt toch beter vertrouwen op wrijving. Dan gaat het een stukje makkelijker. Kijk eens aan. Kijk. Ja, ik denk dat hij een beetje beter aankomt dan de vorige. En dat was het weer. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.